Tijdens de Open Atelierroute Almelo kunt u een kijkje nemen in de keuken van een kunstenaar. Wij laten u alvast kennis maken met twee deelnemende fotografen. Komt u binnen? Ik ben Hubert van Maastricht, fotograaf, vormgever. Ik hou me bezig met fotografie. Ik maak heel veel fotosequenties, oftewel filmisch opeenvolgende beelden. En hou me bezig met conceptuele fotografie. Ik mag heel graag manipuleren, dus ik maak ook daadwerkelijk eigen beelden. Ik ben niet iemand die de straat op gaat, de camera meeneemt en situaties aantreft en denkt van daar maak ik een mooie foto van. Dat gebeurt zelden. Meestal fotografeer ik overal fragmenten en met die fragmenten bouw ik weer compleet nieuwe beelden. Mijn beelden, wat een schilder eigenlijk ook doet, zou je kunnen zeggen. Voor de atelierroute heb ik een mooi rekje staan met kaarten, met mooie fotokaarten voor de mensen die daar belangstelling voor hebben. Dus is het weekend van 5 en 6 november. Die twee dagen heb ik mijn garage omgebouwd tot een mooie expositieruimte en de mensen die het leuk vinden om te kijken waar de foto's bedacht worden en tot stand komen, die kunnen mee naar boven, want daar heb ik een studiootje en een werkruimte. De tweede fotograaf vinden we op de Herengracht. Ik ben Elsa Snijder, ik ben beeldend kunstenaar. Ik werk met fotografie, met schilderen en teksten. Wat ik leuk vind is om te kijken naar gevonden schoonheid in het leven van alle dag. Tekst en beeld verwerk ik ook vaak in boekjes. En ik wil eigenlijk de mensen laten verbazen over het gewone wat er is en het verwonderlijke. Ik kies dan ook foto's die tegenstellingen van elkaar zijn soms. Mijn schilderijen zijn te zien in Borne in het gezondheidscentrum De Vleminghof tot eind april. Dit is het nieuwe thema als je deze foto ziet. Dat gaat ook over gevonden voorwerpen, maar allerlei spulletjes en dingetjes die je zo kunt oprapen, wegleggen, in je hand kunt houden en denken zal ik er nog iets mee doen of niet. Nou, dat verdwijnt in een kast of in een doosje. En op een gegeven moment speel ik ermee. En dan krijg je heel onvoorspelbare stillevendjes. En dat is dan ook alledaagse schoonheid. 5 en 6 november aanstaande is hier de atelierroute in Almelo.